Michael was lief aardig, vrolijk, overal zin in, levenslustig. Nou, zo'n mooie betitel zoals jullie ook al zeiden van, het is een mooie jongen. Ook geliefd bij de meisjes al, op zijn bijna 16-jarige leeftijd. Ja. Het was een verbinder, zoals wij noemen. We hadden een drankketen thuis, of een drinkketen noemen ze dat bij ons in het oosten van het land. En daar kwamen heel veel mensen, ook mensen die zich niet welkom voelden in andere vriendengroepen. En door Kjell voelden ze zich wel welkom. En hij kon heel veel bereiken bij ouders van vrienden, hoorden wij. Vooral later hoorden we dat, van dat het zo'n vrolijke open jongen was. Hij zat vol levenslust. Voetballen deed hij graag. En uitgaan, met mensen in contact komen, dat was zijn dingetje. Nou, zijn hobby was ook al Twente eigenlijk. Twente naar Twente gaan, voetbal. Ja. Feestjes vond hij heel leuk. Mensen over de vloer hebben. Werken was ook, was ook een soort hobby van hem. Hij genoot echt van het leven, dat kon je zien. Van allerlei dingen. Als wij foto's kijken van, en dat zie je vooral nu, van jongs toen hij heel klein was, je ziet altijd bijna een lach op zijn gezicht. Ik weet het nog precies, ik zie het nog dagelijks bijna voor me. Het was woensdagavond, uurtje of één. Ik lag op de bank en we hebben een klein zijraampje. En er werd aangeklopt, want onze bel doet het vaak niet. En ik kijk door het raam naar buiten en ik zie gelijk twee politieagenten staan. Nou, de eerste schrik was, of de eerste gedachte was, wat heeft hij nou weer uitgevreten? Want hij is één keer eerder door de politie thuisgebracht, toen een paar maanden ervoor. Dus je loopt naar de deur en denkt, wat is er aan de hand? Je doet de deur los, politieagenten komen binnen. Dan staan ze in de kamer en ze beginnen te praten over een auto-ongeluk. En het drong totaal niet op me door. Tot op het moment dat ze zeiden, want ze zaten met z'n vijf in de auto, tot ze zeiden van, Imme, oude Amster, dat was een meisje die erbij zat, die is al overleden. En toen? Ja, toen zakte dat grond onder mijn voeten vandaan. Van, dan denk ik van, wat? Wat? Toen kon ik het besef pas denken van, dit is dus een ongeluk. Dit is dus heel ernstig. Toen ben ik naar boven gerend, heb ik Erika wakker gemaakt. Je schudde twee keer naar mij en vertelde van, Kjell heeft een ongeluk gehad. En het is best ernstig. En mijn andere zoon Teun ook wakker gemaakt, want ik dacht van, we moeten naar het ziekenhuis, want we moeten, wie weet wat, de laatste woorden. En toen zijn we met z'n drietjes naar het ziekenhuis gereden. Ik ging niet uit van het ergste. Dat laat je niet binnen op een of andere manier. Je weet niet hoe de situatie is, maar het kan maar zo zijn dat het misschien hij er niet meer is. 'S Nachts als moesten we aan de zijkant aanbellen bij de spoedeisende hulp. Dus je kon niet door de hoofdingang naar binnen. Je moest even naar een zijdeurtje. En dan kwam er een vrouw aanlopen, verpleegster. En ik weet nog heel goed, dan ga je altijd, wat ik doe is gezichten scannen. Nou, die vrouw kwam redelijk gemonterd naar de deur. Dus ik denk, dat ziet er goed uit. Maar die wisten niks. Die wisten niet heel veel van. Die zei van, je moet naar de intensive care. Daar zijn ze met hem bezig. Dan loop je achter die vrouw aan. Gang in, gang uit. Lift in, lift uit. Voor je gevoel. En dat vergeet ik nooit weer. Kwamen die een hele lange gang. En aan het einde van de gang stonden artsen op ons te wachten met de armen over elkaar. Ja, toen gooi jij al te schreeuwen van, is hij dood, is hij dood? Ja, dan. Ja, en je krijgt gelijk. Ja, die. Ja, gelijk, dat die gelijk het antwoord stond. Krijg je van, omdat hij daar zo stond en als ze met hem bezig zijn, dan sta je niet in de gang te wachten. Ja, die conclusie had ik gelijk en dat gevoel had ik gelijk. Dat Kjell misschien wel overleden was. En dat gevoel klopte dus. Hij was eerst dood. Ja, het eerste dat ik dacht van, ik wil Kjell gewoon zien. En dan zie je hem en dan, ligt hij wel aan een beademing. Dan zie je nog zijn borst op en neer gaan. En hij voelt nog warm. Omdat hij, kunstmatig in leven wordt gehouden. En dat voelt zo gemeen. Dan denk je, dit kan niet. Dat is zo raar. Dan denk je, hij leeft toch nog. Hij ademt nog. Maar de machine doet het. Ik denk alleen maar, ik hou van je, denk ik. Ik weet dat ik zei, ik ga je zo ontzettend mis. Ja? Ja, dat heb ik al 10 keer. Gelijk, dat is wat ik zei. Ik ga je zo ontzettend mis. Iemand werd 21. En Kjell hoorde sinds een paar maanden toevallig bij die vriendengroep. Dat was door corona gekomen. Het waren allemaal mensen bij ons uit de buurt. Met z'n vijven zaten ze in de groep. Allemaal uit onze straat. En die zijn om een uurtje of 12 daar weggegaan. Toen zijn ze met z'n vijven in de mini gestapt.
En toen zeiden ze, ja, het is hemelsbreed, nog geen kilometer bij ons vandaan. Zijn ze op een 60 kilometer weg. Zijn ze de bocht uitgevlogen, hebben ze de boom geraakt. En, ja. Ja, en drie van die vijf personen hebben er drie eigenlijk nagenoeg niets. En twee zijn er overleden. Ja, en dat voelt heel cru. De eerste vraag was na het overleden was van of we de organen wilden doneren. Die vraag kwam vrij snel. Ja. Eigenlijk al. Dat gaat eraan vooraf natuurlijk. Ja. En toen hebben we ons teruggetrokken. Nou, en het kruwe van het verhaal was dat je het die avond nog over gehad had met onze jongste zoon. Over het doneren van... hoe je daarin staat. Dus. Hebben wij daar positief op geantwoord. Wij hoefden niet lang erover na te denken. Dat klinkt soms ook heel cru voor mensen. Maar wij na een half uurtje zeiden van ja, dat gaan we doen. Zeker. Ja. Hij was een verbinder, een gever, een deler. Dus we hebben dat gedaan. En daardoor, dat is achteraf, vinden wij heel fijn ons geluk geweest. Daardoor werd hij nog 2 dagen in leven gehouden. Ja, kunstmatig. Werd hij nog 2 dagen langer. Omdat we gaan en moeten blijven draaien, zeg maar. En, dus ja, dat was voor ons, als je achteraf terugkrijgt, heel fijn. Dan hebben wij 2 dagen lang in het ziekenhuis hebben kunnen knuffelen. Hebben kunnen, ja, dan kun je nog de warmte het leven, zeg maar, voelen in hem. Ja, dat is, denk ik, achteraf gezien is dat heel prettig geweest. Dat we nog iets langer van hem konden voelen, ruiken. Ja. 2 dagen lang komen en gaan geweest van mensen die afscheid wilden nemen. Tot het moment... Daar komen ze vanuit Groningen voor orgaandonatie. Dat moet allemaal goed bekeken worden. Wie krijgt wat en wanneer gaan we het doen? En nog een keer het testen, nog een keer het testen. Ik weet dat we een keer op 4 uur 's middags klaar waren. Toen zou hij naar de OK gaan voor de operatie. Werd het nog weer een uur uitgesteld omdat ze twijfelden of zijn hart wel gedoneerd kon worden. Ja, en om 5 uur. En toen zijn we om 5 uur. Toen hebben we iedereen weggestuurd. En toen zijn wij, Erika, ik en Teun. Met z'n drieën, zoals je wel eens op televisie ziet, achter zo'n bed aangelopen tot... de laatste deur, zeg maar, de operatiekamer vasthouden en toen ging die deur dicht. Ja, dat vond ik wel. Dat was echt een heel heftig moment. Ja. Je zag hem eigenlijk nog levend, maar ook wetende van dat hij niet meer leeft. Dat afscheid was wel heel heftig. Ja. We hadden afgesproken, ze mogen alles gebruiken. Ze hebben nog zelfs 's avonds nog een keer gebeld van. Of zijn we vergeten te vragen, maar mogen we zijn maag ook gebruiken? En wij hadden altijd de afspraak van, als we aan de buitenkant er niks van zien, dan mag het, maar hij moet blijven zoals hij is. Ja, je voelt je dan in 1 keer heel eenzaam. Ja. Terwijl je wel samen bent, maar... Ja. Je wil gesprek gaan. Je wil vertellen. Kijk, wij kennen het verhaal wel, maar je wil ook graag het verhaal vertellen aan een ander. Ja, het wordt dan heel stil thuis. Ik denk vooral de eerste dagen na het ongeluk en tot aan de crematie, misschien daarna ook nog, kon ik goed bij mijn emotie komen, denk ik. Ja. Zeker omdat je dan heb je de volle aandacht, de volle liefde van mensen om je heen. Het gaat alleen maar over hem. En ja, dat vind je als ouder fijn, hoe raar het ook klinkt. Het is, je wilt zijn naam benoemen, hij is overleden, maar door hem te benoemen, door over te praten, ja, leeft hij nog. Ja, ik heb mij bewust teruggetrokken toen de kist dicht afgesloten moest worden. Want ik denk, dat is zo'n definitief moment. Dat wil ik eigenlijk niet zien. Verstoppen voor je leugens, hè? Verstoppen voor je emoties. En jij hebt het wel gedaan. Ja, ja, dat zijn punten waar je naartoe werkt, wil ik niet zeggen, maar waar je al tegenop ziet van... Je bent blij dat hij er nog is. Dat is wat we zeggen, want hij ligt op het kamertje. En je kunt er ieder moment nog heen naartoe. Condoleren was op de dag van zijn... toen was hij jarig. Toen werd hij 16. Toen werd hij 16 die dag. Dus we hebben heel veel mensen op zijn verjaardag gehad, zeggen we het even gekscherend. Wij wonen dan buitenaf, dus de mensen konden door de voordeur naar binnen, door de achterdeur naar buiten. Wij stonden dan in de kamer. Ja, en er zijn ongeveer 1000 mensen geweest en... Iedereen mocht wat schrijven op de kist. We hadden een blanco kist meegenomen. Nou, dan heeft iedereen met een stift die wou wat opgeschreven. Nou, dat was al een heel mooi gezicht. En daarna, ja,
kon iedereen die wou, zeker omdat er zo heel veel jeugd was, heeft iedereen nog een biertje kunnen drinken. En toen de dag daarna was de crematie en toen moesten we, ja, s'morgens de kist dicht doen, dat was het, ja. Ja, dat is een moment. En ik vond de betrokkenheid van de vrienden van Kjell vond ik eigenlijk ook wel heel mooi. Ja, dat heeft ons wel heel erg gesteund. Ja. En dat, dat zeggen wij ook nog wel eens. Nou, het is zo bijzonder dat jongeren van 16 zo makkelijk, mooi met een uitvaart, met een afscheid overweg kunnen. Ja, dat heeft hij... Puur. Ja. Dat heeft mij zo geraakt eigenlijk en had ik niet verwacht. Er was een ideetje van, er hing een lint uit de kist. Die ging dan naar de foto toe, naar de foto van ons gezin toe. En die zou dan op een bepaald moment zo teun die doorknippen. Het lint zat om zijn hand. Ja, hij had het andere uiteinde zat om een familiefoto. Van ons. Ja. En tijdens de crematie hebben we dat Teun, onze andere zoon, de lint doorgeknipt, zodat het gezin dus niet meer compleet is. Het was ook allemaal een heel moeilijk moment. Het is gewoon een compleet gezin. Wat ik tegen hem zal zeggen als ik hem nog één keer zal zien. Dat ik van hem hou en dat ik hem nog één keer wil knuffelen en dat ik hem. Ja. Ja, dat ik hem zo erg mis. Het is met heel mijn hart en ik mis hem nog iedere dag en ik blijf hem missen heel mijn leven. Ik had hem zo graag groot geworden zien worden, ja. Met kleinkinderen en trouwen, ja. En ik kan wel zeggen, het komt goed, maar. Nee. Dat durf ik niet te zeggen. Het komt nooit meer goed zoals het was, maar. Ja, het is voor ons 3 jaar geleden. Er komt ook wel weer ruimte voor. Af en toe een lach, af en toe een iets vrolijks. Ik ben van mening ook van dat je denkt van dat je voor jezelf moet kiezen. En niet te veel naar andere mensen luisteren. Ja. Maar in je eigen gevoel achterna.